wacht even. Voor mijn part kunnen ze die hele reunie van Friends nu al begraven en vergeten. Want de reunie van het jaar speelt zich hier en nu af. Vanmorgen op de VRT. Ik ben dol enthousiast en al mijn leeftijdsgenoten met mij. Want mijn favoriete jeugdidolen zijn weer samen. Zoe? Het is Zoe. Ik ben zo blij. Maar je hebt echt geen idee. Ik ben een superfan. Echt? Ik heb alles gezien. Hallo. Ja. Linden, hè? Hallo, ja. Ik ben zo blij. Straks maken jullie het grote nieuws bekend. Zijn jullie zenuwachtig? Eerste stop. M&M. Akke zit er ook. Aaron. Het is zover, hè, man. Het is zover. Hallo. Goedemorgen, ik ben Aaron. Ik ben zo blij. Ik ben super blij. Cool. Dag Jenne. Aangenaam. Hallo. Sorry. Hallo. Ja. Hallo. Succes, hè. Ja. Succes. Dit is het moment. Ze gaan het bekendmaken. Wij gaan een film maken. Ja. Volgende stop, Stubru. Wij gaan een film maken. En wacht eens even. Film. Ja, absoluut. Nu, het is nog niet 100% zeker, want wij laten alles afhangen van de fans. Als zij een ticket kopen nu en we verkopen er 50.000, dan kunnen wij de film maken. Ja. Mischke. Ja? Zeg, mag ik iets vragen? Ja? Wil je samen met mij eens naar de film gaan? Ja. Super graag. Oh, dat gaat goed zijn. Aachen is tegen de deur gelopen. Ça va? Gaat het? Wie zit er nu op glas? Dat zijn de emoties. Nog altijd zo hilarisch. En de collega's van Karreweet. We gaan namelijk een film maken. Ja. Ik denk dat je soms onderschat wat die reeks voor zoveel mensen heeft betekend. Jij? Maar het volgens mij de eerste homo die ik ooit op televisie heb gezien. Ik denk echt wel dat ik een klein beetje een bijdrage heb gedaan om het beeld van homoseksualiteit bij jongeren, te bezien als iets normaal, hè. Zeg, kom aan. Ja, want jij kuste andere mannen gewoon los op de mond, andere vrouwen eigenlijk ook. Jij kuste iedereen los op de mond. Kom hier. Dat was niet los op de mond. Radio 2. Joe! Collega! Aaron, Britt en Jenne, goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. Bij Radio 2. Jullie hebben er al een stevig toertje op zitten, hè? Inderdaad, ja. Kom, doe het nog eens. Allee. Iep! Wacht eens even. Stond ervoor bekend. Dat ging ook echt niks uit de weg, hè? Nee. Alles kwam ter sprake. Het ging over drugs, het ging keiveel over seks, het ging over katers. Er werd gevloekt. Oh shit, fucking. Oh shit, oh shit. Rut. Oh shit, oh fuck. Shit. En bullshit. Godverdomme vreedzak, gore zak. Fuck. En dan in het tweede seizoen hebben we fuck veranderd naar shuck. En dat is legendarisch geworden. En op een duur zeggen wij dat thuis ook. Ja, ik heb thuis ook. Dat is een shuck is een combinatie van fuck en shit. Ah, ja. Jullie als duo vond ik echt briljant. Kun je het gewoon nog één keer doen? Kort samengevat, Friends, move aside. Wacht eens even, it's back. Yeah. For sure. For sure.